Welkom bij 7 Digits TV. Leuk dat je kijkt. Vandaag bij mij in de studio Jelle Kolleman, managing director van Made for Digital. Een bedrijf in videoproducties dat in 3 jaar tijd enorm groeide en inmiddels in maar liefst 10 landen zit. Jelle, hoe doe je dat? 10 vestigingen in 3 jaar tijd? dat heb je van de website? Ja, dat is, heb ik van de website. Dan is het zo. Precies. Nee, ik zal er zo wat meer op detail ingaan. Maar wij zijn natuurlijk mede opgericht door MediaMonks. Ja. En Victor en ik hebben ooit de missie uitgesproken naar elkaar. Het zou mooi zijn om een wereldwijd productiehuis te bouwen. Onder de vlag van MediaMonks. En daarbij gaf Victor ook aan van, joh, je mag mijn klanten bellen, je mag mijn kantoren gebruiken. Maar je moet wel gas geven. Dus dat was een beetje de... En MediaMonks die maakt digitale campagnes, websites, platforms en dergelijke. Exact. Dus ja, dus MediaMonks is inmiddels, ik geloof, in 13 landen met 700 man uit mijn hoofd. Ja. Dat zijn veelal programmeurs. Hè. Als het iets ingewikkelder wordt, de films ook, dan geven we het graag aan onze collega's. En wij zijn echt in het leven geroepen om content, lineaire content te produceren. Dus dat is een beetje het verschil zo. En wie zijn jouw grote opdrachtgevers? Zijn dat merken of zijn dat reclamebureaus? Nou, beide eigenlijk. Dus in mijn presentatie laat ik vaak een slide zien met een hoop bureau-logo's en een hoop merken-logo's. En dat bijt elkaar ook helemaal niet. We zijn geen bureau. We hebben geen creatieve in dienst. Dus we zijn helemaal geen concurrent van de bureaus, zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant zie je wel dat steeds meer merken het fijn vinden om een directe relatie te hebben met een productiehuis. Ja. Zeker als dat in meerdere landen kan. Dat je consistentie krijgt. Dus veel klussen krijgen we nog steeds via traditionele bureaus. Vooral in het buitenland eigenlijk gaat het bijna allemaal via bureaus. En in Nederland hebben we ook een aantal directe klanten. En noem eens een voorbeeld van een werk dat jullie recent hebben gemaakt, waarvan mensen jullie misschien kunnen kennen. Heel recent het meest recente is denk ik wel de Hunkemöller tv-commercials. Dat is misschien ook nog even handig om uit te leggen. Mm-hmm. Ik ben Made for Digital begonnen en mijn compagnon Jacques Vereken, die heeft natuurlijk voorheen Caviar Amsterdam gerund. Ja. En hij heeft al zijn mensen... Een filmproductiemaatschappij. Precies, echt tv-commercials gemaakt, heel veel, heel lang. Dus hij komt echt uit die hoek. En dat hebben we eigenlijk helemaal gefuseerd. Dus eigenlijk 10 maanden na mijn start is Jacques ook aangehaakt. En hebben we het helemaal gefuseerd. Dat wil dus zeggen, dus we hebben 2 websites en 2 logo's en 2 proposities. Want het is echt wel een ander verhaal. Mm-hmm. Maar de magic gebeurt eigenlijk als ze dat samenbrengen. En dat hebben we voor Hunkemöller gedaan. Dus 2 mooie tv-commercials gemaakt. Met tegelijkertijd alle fotografie en alle online assets, zeg maar, voor social en dergelijke. Ja. In dezelfde shoot geproduceerd. Ja. En online video heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen natuurlijk. Daar zijn jullie dus mooi op ingesprongen een jaar of 3 geleden. Ja, we zitten in een goede hoek. Dat is duidelijk. Dat zie je natuurlijk ook aan bijvoorbeeld een aantal bureaus, die zelf productiemaatschappijen in huis gaan starten. Zoals TBA en Ogilvy is er nu mee bezig. Dat in ontwikkeling is, dat is duidelijk. En alles wordt natuurlijk video. Dat zien we op social, weet je wel. Alles, ja. Hoe kwam jij erop om daar je mee bezig te houden? Want je hebt hiervoor een reclamebureau gehad, wat je denk ik een jaar of 6-7 geleden verkocht hebt. Ja, dat was in 2012 ben ik weggegaan. Ja. En 2007 alweer hadden we het verkocht, dus dat is echt al even geleden. Maar dat was natuurlijk een digitaal bureau. Ja. En dus we waren toen ook al met, toen nog Hives en Facebook en et cetera bezig. Dus dat is echt mijn achtergrond, dus echt uit de digitale hoek. Ja. En wat je dus nu ziet samenkomen is dat digitale en video. Ja. En dat is wat wij in dit bedrijf met z'n tweeën en ons hele team natuurlijk proberen te optimaliseren. Maar jij ging in 2012 dus weg bij Red Urban, zo heette jouw bureau. Toen heb je een paar jaar, ben je weer op zoek gegaan naar iets anders. Dat ondernemen zit er blijkbaar wel in. Ja, eigenlijk dook ik meteen in een start-up, Shoot to Share. Ja, precies. Zelfs nog een spinner wordt mij gewonnen uit voor een high-campagne die we deden. Ja. En dat ging over user-generated content en met een appje. Nou,
heel ingewikkeld. Hartstikke leuk idee. Ik zou het zo weer doen, bij wijze van spreken. Ja. Maar goed, als een start-up heb je gewoon eigenlijk heel veel cash voor nodig om dat goed te doen. Ja. En nou ja, goed, de elementen... Je had niet genoeg cash eigenlijk. De elementen, wat zeg je? Je had niet genoeg cash. Nee, ik had niet genoeg cash. Dat raakte op een gegeven moment wel een beetje op. Een echte start-up moet je runnen als een start-up. En ja. de setup eigenlijk met de partners en de... Nou ja, goed, het is gewoon niet gelukt, heel simpel. Nee. En toen kwam dit, ja. En toen belde Victor mij op, ja. Toen ja. Hij wist dat ik hiermee ging stoppen. Ja. Toen dacht hij, hey, wat grappig. Je als ondernemer komt uit digital, heeft ervaring met video. Nou, laten we eens gaan praten. Ja. En je noemt jezelf Creative Managing Director. Wat is dat voor rol? Ja, dat is Creative Managing Partner heb ik neergezet. Ja. Ik was natuurlijk creatief directeur bij Red Urban. Ja. Dus ik denk dat ik door dat woord creatief in mijn titel mezelf altijd het recht gun, zeg maar, om iets te vinden van wat we maken. En om eerlijk te zijn, ik ben geen filmmaker, hè, dat weten al mijn collega's ook. Hè, daarom zit Jacques er ook bij, want die is dat natuurlijk wel. Ja. Maar ik ben wel, juist doordat ik vanuit digital kom, moet ik heel hard blijven duwen, zeg maar, om te zorgen dat de digitale elementen in die films blijven zitten. Mm-hmm. De eerste vraag die ik ook altijd stel, van waar gaat dit filmpje leven? Dus ik vind altijd het ontzettend belangrijk dat het werkt. Weet je? Wat wij maken, dat goed is voor het medium of het device waar het op gaat draaien. Ja. En wat is het verschil tussen een goede commercial en een goede online video? Ja, ik vind het begrip een online video vind ik al moeilijk, hè, want het is zo breed. Ik bedoel, we hebben, als je kijkt naar social video dan. Ja, nou, maar even dan, want als je kijkt naar Instagram stories, dat is weer een totaal ander ding, weet je wel. Je kan niet zomaar je tv-commercial in 10 stukjes knippen. Nee. En hem dan als Instagram story neerzetten. Zo werkt dat niet. Nee. Dus ik vind juist het leuke dat al die platforms blijven ontwikkelen en met nieuwe formatjes komen eigenlijk, waar wij weer creatief mee aan de haal kunnen gaan. En doe je dat dan zelf? Ga jij helemaal in zo'n platform en verdiep je je daar dan in hoe het allemaal werkt? Of nou, ik wil het altijd wel zelf echt weten. Dus, ja. Maar goed, dat zit een beetje in mij. Een beetje de nerd in mij, zeg maar. Die gewoon wil snappen hoe het zit. En dan kan ik ook mijn team weer motiveren en ze erbij halen en warm maken voor deze nieuwe ontwikkelingen. Dus dat zit wel een beetje in. Ja. Je had het net over talent. Met hoeveel mensen zijn jullie inmiddels? Ja, we zitten in Amsterdam inmiddels met 28 mensen. En daarnaast in onze vestiging in L.A. en Singapore nog met een man of 10. Bijna 40 mensen. Okay. En we hadden het net over het maken van social content, videocontent. Heb je dan ook nog verschillen tussen al die landen qua cultuur en wat je maakt? Ja, zeker. Nou, sowieso de manier van produceren verschilt enorm. In Amerika zijn allereerst de budgetten veel hoger. Maar ook de uitgaven, alle crewleden zijn veel duurder dan wij gewend zijn hier in Amsterdam. Dus dat is een heel ander spel. Ja. En dus ik ben blij ook dat we daar met een Amerikaanse producer in ons team werken. Want ja, anders dan begrijp je echt niet hoe het daar werkt. Wat leer jij daarvan? Heel veel eigenlijk. Ik heb natuurlijk met mijn vorige bedrijf Red Urban in Amsterdam zijn we bezig geweest. Hartstikke leuk. Maar nu moet ik opeens een bedrijf met... aardig wat vestigingen in het buitenland managen. Dus dat is sowieso leerzaam. Alleen al één ding, want je denkt dat je bijvoorbeeld aardig Engels kan. Nou, vergeet het. Zodra je mails moet gaan tikken naar klanten en relaties. En je leest de mails van mensen die echt Engels schrijven. Ja. Dan denk je, wauw, ik heb nog wel wat te leren. Maar dus, ga je dan ook op cursus of zo? Hoe doe je dat? Ja, daar zijn we wel mee bezig. Ja, okay. Om het eigenlijk het hele team een niveautje hoger te krijgen op Engels. Ja. 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 Ben je al tegen gekke dingen aangelopen? Dat je echt tegen barrières wat dat betreft aanliep? Nou, nee. Ik zou niet een hele gekke anekdote weten uit mijn hoofd, maar nee. En wat nog meer? Want je zegt van ik leer er wel van. En de schaal is natuurlijk gewoon veel groter. Budgetten zijn veel groter. Ja, tijdzones is natuurlijk super onhandig. Hè? Ja. Dus als ik 's ochtends vroeg wakker word, dan kan ik al wat nieuwsberichten uit Singapore hebben. En ik kan tot 's avonds laat met LA bellen als ik zou willen. Dus ik moet ook, voor mezelf privé, moet ik ook wel zorgen dat mijn dag een beetje
beheersbaar blijft en ik ook nog wat tijd voor mijn gezin. Ben je daar goed in of ga je er wel? Nou, ik kan dat wel, maar dat komt denk ik ook omdat ik nu in de rol die ik heb binnen dit bedrijf iets minder belangrijk ben. Ik ben minder de spil zeg maar, van de organisatie. Mm-hmm. Daar waar ik vroeger als creatief directeur in een reclamebureau, nou, ben je toch een beetje de belangrijkste man van het bureau, zo gezegd. En nu is dat anders. Dus ik werk nu aan mijn bedrijf in plaats van in mijn bedrijf. Ja. En dat is, dat maakt het voor mij toch makkelijker om zaken te delegeren en af en toe eventjes wat afstand te nemen. En wie zijn dan wel de spil in het bedrijf? Dat zijn de producers die daar zitten in de verschillende landen. Ik heb een aantal goede mensen op key positie zitten. Zonder wie ik absoluut niks voor elkaar zou krijgen. Nee. En hoe zorg je nou dat talent bij jou blijft? Hoe zorg je voor een goede creatieve onderneming in die zin? Ik denk, wat ik probeer is mensen vooral niet over de kop te laten gaan qua hoeveelheid werk en werkdruk. Mm-hmm. Dat valt overigens niet altijd mee, hè, want de klussen komen net op het moment dat je allemaal druk bent en dat is toch moeilijk te plannen allemaal. Altijd korte deadlines. Ja, die worden steeds korter trouwens, dus dat is zeker lastig. Maar in ieder geval als je aangeeft als manager dat je belangrijk vindt dat mensen ook gewoon op tijd naar huis gaan en een sociaal leven hebben. Mm-hmm. Weet je wel? En in plaats van dat je aangeeft van ik wil jullie hier zo lang mogelijk op kantoor zitten. Ja. Weet je, dat is een element van de cultuur. Daarnaast houden we natuurlijk van, we zijn een Mediamox bedrijf. Hè? We houden van feestjes, we gaan mee met Mediamox Wintersport. We zijn vaak op het water te vinden in Amsterdam met klanten en met collega's. Ja. Dus het moet gewoon ook een beetje lol zijn natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. En als je het nou over de afgelopen 3 jaar hebt, waar ben je dan trots op? Heb je dan werk waar je trots op bent of de manier waarop het bedrijf is gebouwd? Ik zeg altijd, zeker zijn er films waar ik heel trots op ben. En een heel concreet voorbeeld en heel actueel, het is nog niet eens live, is wat de Boardroom net heeft gemaakt voor Fox. En dat zijn 2 voetbaldocumentaires die binnenkort live gaan, waar we 1,5-2 jaar aan gewerkt hebben. Zowel in Nederland en België als in Duitsland. Mm-hmm. Hele grote projecten. En daar hebben we ontzettende goede, lovende kritieken vanuit Fox over gekregen. Met name het werk wat we in Nederland hebben gemaakt. Mm-hmm. En dat is ongelooflijk gaaf. Dus daar zit een grote première aan te komen in de stad. En met een hoop voetballers en BN'ers en toestanden. Dus dat is echt een gaaf stuk werk wat je binnenkort kunt zien. Ja. Business-wise vind ik het altijd het meest leuk dat je zo'n cultuur weet neer te zetten van mensen die toch maar weer elke dag naar het kantoor komen en met elkaar dat leven vieren en die producten maken en lekker aan de slag gaan. Ja. En die cultuur, dat vind ik magic. En dat vond ik bij Red Urban ook. Dat was ook een gave club. Mm-hmm. En dat lijkt nu weer te lukken. En daar ben ik wel een beetje trots op. Ja. En zo'n documentaire, is dat is echt zo'n long format film, zeg maar? Ja. En gaat het steeds meer daar naartoe? Of is het juist meer het korte, snelle werk? Dit is echt een bijzondere opdracht voor ons, omdat het voor Fox is en voor tv gemaakt is. Ja. Dus het is echt een tv-film. Ja. Duurt ongeveer 1 uur, volgens mij. Ja. Dus dat is natuurlijk in a way traditioneel, omdat het ook op tv komt. Ja. Dus dat is weer een heel ander soort opdracht dan de filmpjes die we voor Snapchat maken. Of de campagnes die we voor ABN AMRO maken. Het is echt niet te vergelijken. We doen letterlijk klusjes van 5.000-6.000 euro die volgende week af moeten. En we doen ook voor Booking.com een klus van 800.000... waarbij we in 15 steden in Europa moeten filmen en uiteindelijk 200 films opleveren. Ja. En alles daartussenin. Dus het is heel divers. En waar rookt de schoorsteen dan van? Van die grotere klussen of juist heel veel van die kleintjes? Ja, kijk, heel veel van die kleintjes kosten natuurlijk gewoon relatief gezien veel meer tijd om dat allemaal te managen. Die moet je ook verkopen, die moet je ook begroten. Dus, dat kost nou eenmaal meer tijd. De grotere klussen, ook voor Tommy Hilfiger, waar we heel veel voor werken, dat zijn klussen van enkele tonnen. Daar rookt de schoorsteen natuurlijk wel het best van. Ja. En voorheen was jij dus creative director, was je zelf allemaal dingen aan bedenken. Mis je dat niet? Ja. Natuurlijk wel. En ik was toevallig gisterochtend in Haarlem, waar ik woon, in de sportschool. En daar kwam ik Mark van Achtung en Mark van Lems tegen in de...
kleedkamer. Ook allebei creatief directeur. Allebei creatief directeuren. En ze, grappig, weet je wel. En ze maakten natuurlijk grapjes over productie, haha. En dus ik heb daar zeker in het begin de jaren wel een beetje aan moeten wennen. Zo van, ik zit op een andere plek in de keten. Yeah. Nee, ik ben niet meer de creatief directeur, maar ik moet nu in opdracht van hun gaan produceren. Yeah. Dus dat heb ik zeker aan moeten wennen. Maar ik heb ook een ondernemershart. En dus daar waar ik de laatste jaren bij Red Urban meer met creatie bezig was, wat ontzettend leuk was, kon ik daar niet echt meer ondernemen. Nee. En nu is de balans weer even anders. Dus ik wil altijd die twee in een bepaalde balans in mijn werk hebben. En nu is het eventjes de andere kant op. Mm-hmm. Jacques pakt vooral het creatieve stuk op. Ja. Met alle regisseurs. En daar weet ik dan wat minder van. Dus ik kan mijn creativiteit nog kwijt in het digitale element van wat we maken met elkaar. Ja. Maar ik ben vooral aan het ondernemen nu. Ja. Dat vind ik ook heel leuk. Dus. En denk je dat je dan ook weer naartoe gaat dat je zelf dan ideeën gaat bedenken voor zo'n documentaire of voor zo'n concept? Ik zou niet weten wanneer. Nee, en er zijn ook mensen die dat veel beter kunnen. Dus nee, we hebben zo'n lijst aan regisseurs zowel bij Metro Digital als bij de Boardroom. Ja. Dus laat hun dat lekker bedenken. En als je even naar het vak kijkt, waar gaat het nu naartoe? Wordt het alleen maar meer video? Of is er nu weer een soort beweging van, mensen kunnen ook niet te veel kijken? Ik denk dat er best merken zijn die grote bedragen investeren of geïnvesteerd hebben in een heleboel video. Die gaan natuurlijk wel een keer de balans opmaken van, wat levert het nou op? Ik las toevallig het stukje van de dame van Albert Heijn, die Appie Today. Dus dat heb je ongetwijfeld gezien. Ja, zeker. dus die gaf ook wel toe van, we zijn maar eigenlijk gewoon een heleboel dingen gaan maken. Hartstikke leuk. Maar we hadden eigenlijk meer moeten meten of meer eventjes toch beter moeten kijken naar van, wat willen we ermee bereiken en halen we dat. Ik denk dat die slag, die gaat natuurlijk wel komen. Maar help jij ze daar dan ook bij? Als jij zo'n opdrachtgever hebt die zegt van, ik weet eigenlijk niet zo goed wat het nu doet. Help jij dan met meten en die data verzamelen? Ja, dat zou ik wel graag willen. En dat heb ik zeker in het begin. Ik weet nog dat ik mijn eerste website voor Meta Digital maakte. En daar stond op strategie en produceren en distributie en een heel verhaal. Zo van, we gaan het op de content marketing manier breed inzetten. Een jaar later had ik een heleboel filmpjes gemaakt, maar niemand belde me voor strategie of distributie. Nee. Dus toen heb ik dat ook een beetje gewijzigd van, laten we even focussen op productie en dat wereldwijd en groot. Dus we pakken echt wat dat betreft een niche. Dat maakt samenwerken met bureaus ook weer makkelijker. Ja. En we werken met veel social media bureaus samen en veel reclamebureaus. En die doen vooral het strategiestuk. Of we werken voor mediabureaus en die doen het meten en die doen de distributie. Dus wij proberen ons echt even te focussen op het produceren. Maar het komt misschien nog wel. Je zegt even namelijk. Ik sluit niks uit, maar de focus ligt er zeker niet. De focus ligt nu meer op global clients servicen door nieuwe vestigingen te openen. Ja. Dan dat we in Nederland gaan verbreden. Dat zie ik niet gebeuren. Nee. En waar droom je van? Waar sta je over een jaar of twee jaar met Made for Digital? Goed, we hebben nog wel een lijstje. Hè. Ik ga morgen naar Kaapstad om daar onze vestiging te openen. Ja. En Berlijn zijn we heel druk mee. We hebben echt nog wel veel te doen om voor we bij wijze van spreken net zo groot zijn of wereldomvattend als MediaMonk zelf. Mm-hmm. Dus daar zit voorlopig mijn grootste ambitie eigenlijk. Ja. Oké. Nou, Jelle, bedankt voor je verhaal en voor de komst naar de studio. Heel graag gedaan. Jullie bedankt voor het kijken en veel meer van dit soort video's kun je vinden op 7digits.tv. Tot de volgende keer.